Ik neem je mee naar Tilburg University, waar je gaat kennismaken met academische vaardigheden. Hier leer je om die vaardigheden in te zetten om vraagstukken uit de samenleving te beantwoorden. En wie weet, misschien bezit je die vaardigheden al wel. Oh, hoi! Mooi bedacht, hè? Zo'n kleurboek voor volwassenen. Op de universiteit verwachten ze dat je creatief en ondernemend kunt denken. Nou, creatief, dat ben ik. Al is dit denk ik niet helemaal wat ze bedoelen. Heel ondernemend is het in ieder geval niet. Eens kijken of Stephanie me daar meer over kan vertellen. Stephanie, ik ken het woord creativiteit en ik weet wat ondernemerschap is, maar wat verwacht de universiteit nou precies van mij? Nou, na je studie behoor jij tot de beste binnen jouw vakgebied. Dat betekent dat je niet kan gaan zitten wachten totdat anderen met nieuwe ideeën komen. Die innovatie moet juist vanuit mensen zoals jij en ik komen. Nou, dat klinkt best ingewikkeld. Is dat niet heel lastig? Dat kan best wel spannend zijn, ja. Maar juist daarom spreken we van ondernemerschap en creativiteit. Nieuwe ideeën komen vanzelf als je out of the box durft te denken. En dat kan je leren. Dus wees ook niet bang om het ei van Columbus te presenteren. Oh, dus ik hoef niet opnieuw het wiel uit te vinden? Nee, zeker niet. Blijf kijken naar problemen die je om je heen ziet en welke simpele oplossingen je daarvoor kan vinden. En dat is echt superleuk om te doen. Mijn studierichting is Cognitive Science en Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Dat klinkt voor veel mensen heel abstract en science fiction, maar eigenlijk heb je er heel veel mee te maken in het dagelijks leven. Een knop aan de muur om de verwarming aan te zetten. Is dat nou zo modern? Voor ons misschien niet, maar vroeger moest je bukken om hem aan te zetten. Dit is veel praktischer. Nu zit ik op de bank en krijg ik het koud. Moet ik helemaal naar de verwarming toe lopen om hem aan te zetten? Tuurlijk niet. Ik heb een app op mijn telefoon waarmee ik het kan regelen. Sterker nog, ik ben zo lui dat ik de verwarming zelf laat denken. Kunstmatige intelligentie dus. Heel logisch eigenlijk, maar kom er maar eens op. Kijk bijvoorbeeld naar deze televisie uit de jaren 70. Snoezig hè? Vroeger moest je nog naar de televisie toelopen om hem met een knop op de tv aan te zetten. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Sinds de jaren 80 krijg je er een afstandsbediening bij om hem aan te zetten. Lekker makkelijk. Wacht even. Dat is eigenlijk heel raar. De televisie werkt dus al vanaf de jaren 80 op afstand en de verwarming pas sinds een paar jaar. Als de verwarmingmakers dus creatiever en ondernemender waren geweest, had dat al veel eerder gekund. Ah, nu snap ik het. Als je de techniek van het ene product toepast op het andere product, dan krijg je iets nieuws. Precies, en dat geldt ook voor de innovatie van diensten. Dus creatief en ondernemend denken, dat gaat eigenlijk over het herkennen van kansen. Ja, kansen herkennen en kansen creëren. Niet achterover hangen, maar zelf op zoek naar nieuwe oplossingen. Dat klinkt echt heel leuk. Weet je waar ik me bijvoorbeeld aan erger? Aan al het plastic uit de supermarkt. Alles is driedubbel verpakt en je gooit het toch meteen weg. Daar zou iemand toch iets op moeten verzinnen. Aha, maar waarom doen wij daar zelf niet iets aan? We zijn toch creatief en ondernemend? Zelf stop ik altijd alles in een glazen pot. Veel beter voor het milieu. Creatief, maar nog niet heel ondernemend. Want ik zit nog steeds met deze lege zak. Eens denken. De supermarkt kan natuurlijk niet alles in potjes doen. En ik kan niet met mijn potjes naar de supermarkt. Hé, maar dan moet de supermarkt maar naar mij toe komen. Dat is nog eens ondernemend denken. Wij gaan een bezorgdienst verzinnen die je potten thuis kon bijvullen. Dat scheelt bergen met afval. En het is ook nog eens een leuk project om mezelf in te verdiepen. Glazen potten, oud idee. Bezorgdienst, oud idee. Minder plastic, oude ambitie. Maar leg ze bij elkaar en er ontstaat iets nieuws. Als we out of the box durven denken, ontstaan er prachtige ideeën. Een kleurboek voor volwassenen. Eigenlijk ook een heel innovatief concept. En waarom ook niet? Het is leuk en ontspannend. Wat zou het volgende kleurboek voor volwassenen worden? Het volgende concept dat oude met nieuwe ideeën combineert. En het mooie is, dat mogen wij zelf verzinnen. Dus waar wacht je op? Aan de slag!